Club Brugge opent de competitie en is voor velen de te kloppen ploeg dit seizoen. Coach Garrido voelt ambitie, discipline en mentaliteit bij zijn mannen. Dat was vorig seizoen soms anders, zegt de Spanjaard. Niet de verwachte elf bij Brugge door onbeschikbare spelers van het laatste moment. Huckley speelt naast Mechelen. Björn Engels is ziek thuisgebleven en Birger Verstraeten komt op de rechtsachter. Op het middenveld spelen Simons en Blondel met Shang-Yuan Wang. Groot nieuws in China, omdat Vasquez toch niet 100% is. Goedjonsson krijgt, zoals verwacht, de voorkeur op Tom de Sutter. Geen surprises bij Charleroi. Damien Marc is een belangrijke aankoop. Hij speelt als centrale middenvelder en voorin loopt een lastig spitsenkoppel. Rossini en Paulet. De scheidsrechter, de eerste die de opslag pakt, is Jonathan Lardo. Goede combinaties met Wang en Refailov en Birger Verstraeten. Geen debutant, was er vorig seizoen ook al een paar keer bij. Hier is zijn voorzet. Net niet geraakt door Maxime Lestienne, maar Parfait Mandanda toch voor het eerst in actie. 9e minuut, beeldje van Tom de Sutter op de bank. Verstraeten en dan Mandanda die de bal uit de hoek duwt. En Verstraeten dan. Bal in de voeten van Kaya. Hij zet het min of meer recht, maar dit is Mark. Goeie fake en een goede bal ook op Kaya. En geen slechte voorzet, maar iets te ver naar voren voor David Paulet. Brugge ontsnapt. Goeie interceptie van Sadli. Ederson krijgt de voet van Simons op het scheenbeen. Even wrijven. Het is direct rood voor Timmy Simons. En ja, dit kan je moeilijk een debuut noemen. Amper 21 minuten ver. En de comeback is al voorbij. Hier komt Ederson. En dan Simons. Ja, hij staat op zijn voet. En Jonathan Lardo is heel streng. En Brugge zit nu zonder kapitein en moet met 10 verder. Corner van Milicevic. Kopbal van Rossini. Niet goed weggetrapt. Helemaal niet. Maar toch Brugge met Blondel voor de counter. De diepste is hier Lestienne. Het gaat naar Refailov. Die staat dichter bij het doel. Refailov zoekt de dribbel, zoekt de penalty. Die gaat hij nooit krijgen, die verdient hij ook niet. Hier geraakt Birger Verstraeten, serieus geblesseerd. Kijk, dat lijkt me een overtreding van Vervoort. Die minstens even erg, zo niet erger is. Want het leek me wel met intentie dan die van Simons van daarnet. Garrido heeft de zorgen. Het zal de discussie in verband met de loonsverhoging waarschijnlijk weer aanwakkeren. Blondel en dan toch Damien Marc. Weg met de bal. Lardo geeft voordeel aan de Fransman. Want hij zag Blondel min of meer natrappen. Die maakte in ieder geval een fout. Schot van Paulet via de rug van Mechelen naast. Dat is echt natrappen. Een minuut of 9 nog tot aan de rust. Vrije trap van Maxime Lestienne. Mandanda bleef er maar vanaf. Maar de richting was goed. Gevaarlijke trap van de kleine Waal. Dat is Blondel. Ten voeten uit. Lestienne. Ook goed hoor. En dan een trekfout. Dat is nogal gebeurd, geeft Lestienne aan. Mark komt weg met geel. Had al geel.
Dat wordt nu duidelijk. En dus staat Charleroi ook met 10. En ook dit is een debutant. Het is een ander type wedstrijd. Het is iets voor de coaches. 10 tegen 10. Om van te smullen, hopen we. Johnson blijft baas over de bal. Het hakje. De bal voor Blondel. Het schot van Blondel. Moeilijk botsende bal. In hoekschop verwerkt door Parfait Mandanda. Applaus van Jan Breidel voor Eidur Gudjonsson. Hij wil hier graag eerste keuze worden, maar het is voorlopig nog een invallersrol voor Tom de Sutter. Fel bejubeld. Zijn grote Brugse debuut is het. De Bok. De Sutter met Vervoort. Mooi glijden van Tom de Sutter. Lestienne en het schot van Blondel. En dat ging onder wat voeten door. En het levert een corner op. De eerste actie van Tom de Sutter is dit. Met succes. Goed uitgevoerd. Corner van Refailov en Lestienne. Milicevic en Kaya in de weg. Hier is Refailov, daar is Wang. Ze hebben daar straks het nog eens op die manier geprobeerd. Een bom van de Chinees! En een Chinees doelpunt in Jan Breidel. Shang Yuan Wang scoort bij zijn debuut. Het nieuws in China wordt al maar groter. Hij is 20 en hij breekt de ban voor Club Brugge. ...1-0, 65e minuut. Dansende tribunes. Brugge op voorsprong. Refailov met de hoekschop. De Wang-variant, laat ons zeggen, want zo kwam daar net het doelpunt tot stand. Nu komt er nog eentje aan. De Sutter kopt. En gestopt door Mandanda. En de nabeurt was voor Birger Verstraeten. Die ging er hoog over. Maar dit was een goede kans voor Brugge. Kopbal Tom de Sutter, save. Parfait Mandanda. De voorzet was van Laurens de Bok. Hij had veel tijd, de Sutter. En was dus dicht bij zijn eerste voor club. Uitvallende bal voor Onur Kaya, knap gedaan. En hij gaat helemaal alleen. Heeft wel steun van de snelle Tiaré. Rekent op de snelle mannen ook. Polé is daar, Tiaré in het centrum. De kans voor Charleroi. Die gaat dat afmaken. Nee, die doet dat niet. En dat is onbegrijpelijk. En zo heeft deze competitie ook al een onwaarschijnlijke misser in de openingsmatch. Kort genomen hoekschop met Bolingoli en Dierks. Het zijn de tieners van Club Brugge. Hier is Blondel. Goed schot van Blondel. En die ging los binnen. En zo wordt het 2-0 en zo krijgt het nog net iets meer kleur. Het was niet groots, maar Brugge wint hem. Het is de wedstrijd van de eerste rode kaart voor Timmy Simons bij zijn comeback nota bene. De eerste rode kaart sinds hij bij Lommel voetbalde. En Jonathan Blondel zet de eindstand op het scorebord. Hij maakt 2-0. Club Brugge wint van Charleroi.